jij bent een van de professionals, de directeur van het huis. Ja, ik werk inderdaad met een team, of met een aantal collega's. Maar ter geruststelling, ik ben ooit alleen begonnen. Dus ik weet precies waar de krachtstroom binnenkomt. En er zat ergens een boekhouder in de achterhoek en die deed de facturen. Maar dat is nu niet meer denkbaar, want we zijn inderdaad gegroeid. En, dus ik denk zelf ook wel dat er verschil is tussen, zeg maar, geheel door vrijwilligers gedreven exploitaties of gebouwen, of hoe je het maar wil noemen. Of zeg maar de wat grootschalige. Zo vat ik hem even samen. Mm-hmm. Want we hebben wel contact met de kleine kernen. We ondersteunen ook de vrijwillige besturen. En daar herken ik heel veel van wat jij zegt. Okay. Ik denk ook dat het heel goed past bij buurtschappen waar, zeg maar, ja, bij wijze van spreken iedereen elkaar kent. Ik snap dat je zegt, als er nieuwe mensen zijn. Ik woon zelf namelijk in een buurtschap. En dan zijn ondanks mensen uit Delft komen wonen. En dan maak je kennis met buren maken. Zal jullie misschien al wat zeggen? Je maakt je altijd gelijk voorzitter van plaats op. En ik vraag van, natuurlijk heb je in je vrije tijd. maar het is nou eenmaal zo dat, zeg maar, als je met een grotere accommodatie, waar het vraagt meer van beheer, meer van exploitatie, het vraagt zo langzamerhand ook allerlei verduurzaming van gebouwen, het vraagt gewoon kennis van wetgeving, fiscaliteit en noem maar op. Mm-hmm. Dus ja, wat jullie dan, hoe zou je jullie takenpakket omschrijven? Nou, ik roep altijd, wij organiseren de nabijheid. Dus in die zin lijkt het heel erg op wat in kleine kernen. Maar je kan je voorstellen, als een kern in plaats van 1000 inwoners rond de 5000 heeft, dat is toch een ander verhaal. En wat je ziet is dat wij als betaalde krachten vooral proberen om de verbinding te leggen. Omdat wij kennen toch weer relatief veel mensen. Ik kan niet boodschappen doen zonder dat iemand me iets vraagt. Of ik moet in een ander dorp boodschappen doen, of een andere stad eigenlijk, moet ik zeggen. Maar je ziet wel dat met name de professionals heel snel verbindingen ook leggen. Hè? Dus ik noem even een voorbeeld. Er was onlangs een koor wat een jubileum had in Welsum. Dat is dan een kleine kern. Overzeesgebied noemen wij dat. Een andere kant van de IJssel. En die kwamen en die zeiden, goh, weet je, we willen er eigenlijk best een beetje groots vieren. En daar zoeken we aanvullende middelen voor. En toen zeiden we, eigenlijk moet je dan een zodanig programma neerzetten dat het niet alleen maar een jubileumconcert is. Want daar krijg je echt geen fondsen en sponsoren op. Dus zorg nou dat je de vereniging in je dorp daarbij betrekt. En kijk of je expertise kan invliegen van bijvoorbeeld de grotere vereniging aan de andere kant van de IJssel. Dus wat is er gebeurd? Er zijn een paar mensen die zeggen, nou, we gaan jullie helpen met het programma opstellen. We gaan jullie helpen om fondsen te werven. Het is een geweldig feest geworden. Dus die verbinding, dat is iets wat wij snel kunnen regelen. En wij weten ook vaak wel, nou, dat fonds kan je aanschrijven of dat niet. Hè. Dat is werk wat wij doen. Maar eigenlijk zijn de locaties, want daar vroeg je volgens mij net naar, dat zijn vooral, ik noem dat knooppunten of hotspots waar mensen komen omdat ze, dat kan heel uiteenlopend zijn. Hè. Want je moet je voorstellen, ik pak even het Holsthuis als voorbeeld. Daar heb je allerlei dienstverleners zitten, van gemeentebalie tot en met de bibliotheek en wat winkeltjes en een ontmoetingsruimte. Dat is het cultuurhuis in Olst. Ja, maar dat heeft 3200 vierkante meter. Dus dat is een behoorlijke bak aan vierkante meters. Overdag zie je dat vooral de dienstverleners actief zijn. En s'avonds zie je eigenlijk dat de verenigingen, dus van de muziekvereniging tot het muziekonderwijs, tot Vrouwen van Nu, het Nut, dans, yoga, noem maar op. Eigenlijk van alles wat er in het pand gebeurt. Ja, wat wij vooral doen is in beeld brengen van wat is nu de agenda, waar kan je op samenwerken. Nou, Welsum is zo'n voorbeeld, maar zo heb je natuurlijk veel meer voorbeelden. Je zegt wat we vooral doen, maar door corona moeten we bijna zeggen wat we vooral deden. Ja, dat klopt wel wat je zegt. Nou, we hadden het wel druk met al die protocollen en zo, wat ik net over had. Het huis gaat er dus veel meer dicht dan in Wienerzijl dan. Ja, wat ik wel lastig vind, dat heb ik volgens mij ook wel eens eerder verteld, is dat we een beetje gestraft worden voor ons ondernemerschap. Want wat we doen, en daar wordt ook wel over gemopperd, is dat we doorfactureren aan alle verenigingen en stichtingen die bij ons huren. Dat is de lijn die op de gemeente, want die heeft zelf ook nog wel een sporthal. Die volgen wij, want zij zeggen, nou, als je straks voor wie weet komt er toch nog een vorm van een noodwet, hè, of een schadevergoedingsregeling. Dan moet je ook die facturen hebben. En zolang je contributies binnenkrijgt en je subsidie komt binnen, ja, dan help je ook de voorziening in stand houden. Want jullie hebben straks die ruimte ook weer nodig. Dus dat is de redenering achter doorfactureren. Maar we hadden ook heel veel, met name overdag commerciële klanten. En dat is ook gestimuleerd door de gemeente. Zoals commerciële klanten? Nou ja, alle trainingen van de grote zorginstellingen zaten bij ons in het pand. En dat zorgde voor, en in de horeca en in de zaalverhuur, voor veel inkomsten. Ja, die hebben tot eind van het jaar afgezegd. Want die hebben natuurlijk nu ook ontdekt dat je ook met Zoom een training kan geven bijvoorbeeld. En ze zeggen niet dat ze helemaal niet terugkomen.
Maar wij moeten ons er wel degelijk op voorbereiden dat een deel niet terugkomt. Een hoe groot deel van jullie werkzaamheden, wat jullie in het Holsterhuis deden, bestaat nu eigenlijk op dit moment niet? Nou ja, kijk, nu is het helemaal stil. Hè. Er zijn er een paar die, want de meeste verenigingen zeggen, we starten niet meer op voor de zomer. Ja. Muziekonderwijs doet dat wel een beetje. Maar als je het hebt over wat denk je kwijt te zijn in het najaar, dat is een lastige. Want wij moeten nu scenario's maken van de gemeente. Dus we doen met wat als 25% terugkomt, wat als 50% terugkomt, wat als 75%. Nou, dan hebben we de 4 scenario's, noem maar even wat. Ik hou zelf ernstig rekening, zeker omdat die 1,5 meter ook nog even duurt. Hè? Dus we kunnen ze ook onmogelijk kwijt. Je kan je voorstellen, een orkest met 50 mensen op 1,5 meter vraagt veel meer ruimte dan voordat corona. Die moeten nu ineens in de grootste zaal. Ja, en dan kan ik er niks anders meer in. Want we hadden die zaal deelden we in 3 en dan zat in het achterdeel zat het koor. Ja, dat kan niet. Dus dat is al een ding. Dus ik hou ernstig rekening mee dat we misschien wel de helft van onze inkomsten voorlopig kwijt zijn. En nu hebben we echt once met 40% is echt alles. En dan is het nog de vraag of iedereen gaat betalen die mijn factuur sturen. Dan heb je het over procenten, maar als ik het in euro's... Maar het gaat om tienduizenden euro's per maand. Zo. Het gaat echt om tienduizenden euro's per maand. Kun je dat... Ja, dat moet niet te lang, want wat ik nu aan het doen ben is interen op reserves die ergens anders voor bedoeld zijn. Ja. Ik kan je voorstellen dat zo'n pand ook onderhouden moet worden. Je moet inventaris een keer vervangen. Ja. Zo heb je allerlei reserves waarvan ook de subsidiënt vindt dat je die moet hebben. Terecht overigens. Ja, en je mocht ook niet te veel reserve... Dat is het hele probleem. En je mocht niet te veel reserve vormen, want dat is gemeenschapsgeld. En je mag niet bufferen met gemeenschapsgeld. Ja. Wat ook weer... Dat klinkt allemaal logisch, hè? Maar goed, daar zijn we nu natuurlijk al lang doorheen. Dat snap je als ik roep. Maar wij zijn wel inmiddels aan het nadenken, want ik ben altijd van glas half vol. En ik denk dat we de komende tijd alleen maar sociaal en emotioneel toegevoegde waarde hebben. Dus, of rendement moet je misschien zeggen. Want economisch rendement, nou ja, wat ik net uitlegde, we gaan gewoon verlies draaien. Ja. Dat kan niet anders. En wat zijn jullie aan het doen? Nou, wat we nu vooral proberen, want wij zien en horen natuurlijk dat, laat ik even zeggen, die commerciële sector, die gaat voor een deel niet terugkomen. Dus daar moet je op voorbereiden. En wij hebben al gezegd, er moet een nieuw bestemmingsplan komen voor onze accommodaties. Dat betekent dat je moet voorbereiden op dat mensen veel meer videoconferenties gaan houden of gaan streamen. Dat betekent dat ik rete goed internet moet hebben. Nou, dat hebben we nu als een gek hebben we gezorgd dat er meer capaciteit is ingekocht, zodat dat kan. Mm-hmm. Zodat misschien de musicals van de scholen toch nog bij ons hun voorstelling gaan doen. Ja. Want dat is binnenkort, hè. Mensen met kinderen op de basisschool weten dat, hè. Ja. Met een livestream dan. Ja. En dan misschien maar toch 30 in de zaal of 50 wat we kunnen hebben. Maar in ieder geval zodat opa en oma of wat je ook maar bedenkt mee kunnen kijken. Maar ook voor de toekomst, voor grotere evenementen. En we hadden er een aantal staan in oktober en november. Ja, ik denk dat die 1,5 meter daar nog van kracht is. Dus we kunnen nooit die mensen kwijt die men dacht, zeg maar, die zouden deelnemen aan die conferentie. Ook daar zullen we iets met streamen of iets dergelijks moeten doen. En misschien wel binnen het pand ook nog. Maar als je die scenario's dan uitwerkt, denk je dat je dan, want die 1,5 meter samenleving, de verwachting is dat het nog even blijft en je gaat allemaal digitaal, is het dan wel rendabel? Nee, dat gaat niet lukken. Ik denk dat we sowieso schade oplopen. Ik hoop maar dat we over een jaar allemaal ingeënt zijn, hè? Dus dat er een vaccin is en dat die 1,5 meter dan niet meer hoeft. Maar dan nog, denk ik misschien dat je moet realiseren dat dingen, het wordt niet meer zoals het was. Misschien weer helemaal overnieuw nadenken eigenlijk over wat jullie doel is. Ja. Ja, je hebt twee lagen daarin. Ja. Je hebt het commerciële deel als de ene laag om geld te verdienen. Je vertelde mij ook over de sociaal-culturele rol in de zin van het derde huis. Dat je in het voorgesprek dat we hadden, had je zelfs het woord botskans. Dat je de botskans wil vergroten. Ja, eigenlijk. Ja. Ja, en het is, want social distancing is eigenlijk een raar woord. Want dat is niet wat er aan de hand is. Die 1,5 meter. Nee, je mag fysiek niet binnen een cirkel van 1,5 meter. Maar ik mag nog wel sociaal contact leggen. Dus eigenlijk is het een raar woord. Ja. Ja. Maar ik denk inderdaad dat die commerciële sector, daar vertelde ik net over, daar moeten we een ander concept voor bedenken. En ik denk dat verenigingen, die zullen op een gegeven moment, als die 1,5 meter niet meer aan de orde is, die moeten ruimte hebben om te repeteren en dergelijke. Ja. Dus ik verwacht wel dat die terugkomen. Tegelijkertijd merk ik dat zij ook hun evenementen aan het uitstellen zijn. Want we hebben bijvoorbeeld altijd bij de start van het cultureel seizoen een filmdiner. Mm-hmm. Wordt er een film vertoond en die diner, dan merk je, het menu heeft te maken met de film. Dan zitten er 120 mensen in de zaal. Dat kan dan, hè, met de opstellingen en al die opens, alles loopt er geweldig. Allemaal vrijwilligers er ook mee. Ja, dat gaat natuurlijk nu niet lukken. Ja.
Dus wat zie je is dat er bijna de neiging is om het af te blazen. En ik denk, ja, maar laten we het nou eens omdenken. Want er kan best wat. Dus wat we in ieder geval nu gaan doen is samen met studenten van hogescholen van verschillende creatieve opleidingen een omdenktank vormen. Zodat je gaat kijken van wat kan ik dan wel. En de grap is dat zij vaak op een heel andere manier kijken dan wij gewend zijn. Mm-hmm. Nu hebben we bijvoorbeeld in het Holsthuis hebben we nou, die 1,5 meter. Nou, stel dit soort dingen. Verschrikkelijk, dit mag niet van mij. Nee. Ja, sorry dat ik het laat zien. Dit mag niet van mij. Ja. Dus wij hebben een kunstenaar gevraagd om op een vriendelijke manier te laten zien van dat we vragen om wat fysiek afstand te houden. Dus we gaan werken met gedichten. We gaan werken met kunstzinnige uitingsvormen waardoor je wel die afstand, fysieke afstand creëert. We willen ook graag dat we plekken hebben waar mensen een boodschap achter kunnen laten. Want mensen hebben wel behoefte aan contact. Mm. Dus nou ja, ook dat soort dingen zijn we aan het bedenken. Zodat je toch weer... Maar dat komt niet van mij, hè? Dat komt van studenten. Mm. En de grap is, als je de vraag stelt, dat je totaal andere antwoorden krijgt dan je verwacht had. Ja. En ik denk dat we, nou ja, dat we het ook moeten hebben van deze creatieve sector. En gewoon ook creatieve mensen in de gemeenschap, want die zijn er ook. Ja. Ja. Die helpen meedenken. Maar je kan ook zo kijken. Of als je zo nadenkt. Of als je, nou ja... Dus dat is... Ik vind je opmerking omdenken. We denken nu met corona zijn allemaal maar drempels eigenlijk. Net zoals dat wij nog niet verder zijn gegaan. Maar het opeens is er een drempel en je stopt. Ja. En eigenlijk moet je veel meer omdenken en nadenken van... Nou ja, dat kan niet, maar dat kan dan wel. Ja, het grappige is, om even een anekdote te vertellen. Een van die studenten die zei van... die had het ook over dat social distance, eigenlijk fysieke afstand. Terwijl met name in de verzorging en dergelijke, mensen missen de fysieke aanraking op. Ja, ja. En zij is bezig, geweldig, om een manier van aanraken die dus heel dichtbij komt om die te organiseren. En ze overlegt met Durex. Okay. We kennen Durex allemaal van de condooms, maar dat is een heel dun laagje, maar wel veilig. Ja, ja, dus ja. De grap is als je zeg maar op die manier en als je over andere toepassingen gaat nadenken, dan denk je, hé, verrek, dan gaat de wereld open. Ja. Ja. Dus nou ja, maar het is totaal gestek, hè. Als je die kant op gaat, dan doe je of je nou ook wel, denk ik. Heel andere gesprekken, denk ik. Misschien het volwassen journaal dan. Of de filmpjes, 20 seconden handen wassen in de toiletten, of een gedicht wat je, als je dat gaat lezen ongeveer 20 seconden duurt. Of je, zo zijn er. Ja, ik vind de mooiste toepassingen komen van de creatieve mensen. Ja, ja.